Allereerst van IT, ik ben morgen vandaag weer met Hartzwaring 4. Voor aflevering ben ik hier gebleven, waarbij we binnenkort Turkije gaan aanvallen. Ja, binnenkort. We gaan dat zo ieder moment doen, dus dat is het plan. Even kijken, kunnen we nog toevallig troepen eruit pompen? Yes. Oké. Ik ga niemand erbij laten helpen. Oké, de coastline die kunnen ze op zich wel niet hoeven te doen, denk ik. Duitsland hoeft niet. Oh, dan moet ik Duitsland juist laten helpen omdat ik geen naval invasion dan kan doen. Weet je wat? Dan doen we het gewoon anders. Hebben we toevallig naval superiority? Nee, ook nog niet. Oké, de panzerkampwagen die is bijna klaar en dus hoeveel personen kunnen we eigenlijk vervoeren? Volgens mij maar 3. Dus we moeten even wachten, denk ik. We hebben in ieder geval wat oorlog met hun. Gewoon een lekkere stiekem naval invasion doen. Ze kunnen me toch niet veel doen. Oké, dan gaan we dat even. Oké, top. Oké, we hebben in ieder geval overal bijna wel naval superiority. Tot nu toe. Voor Italië is dat denk ik niet zo lang bij. Polen doet het op zich best wel goed tegen de Russen. Dat had ik niet verwacht. Over het probleem is dat ze waarschijnlijk hier straks ook nog een front hebben in de Baltics. Maar nee, niet mijn probleem. Oh, er zijn communisties gegaan. Aha. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Nou, gewoon zo dat ik een sneaky nevel. Dat zal dan nu nog niet kunnen, maar hey.
zoals betere fighters. Deze moeten allemaal naar dezelfde. Oké, hoe lang nog? 25 dagen, top. Ik wil Turkije. Ik heb echt Turkije nodig als ik Italië wil gaan helpen. Nou, Italië doet het op zich nog best wel goed in het noorden. Maar ja, dat komt ook waarschijnlijk omdat hij Frankrijk nog niet erbij zit. Wat van. Ik zet die alvast zo, zodat ze hier in ieder geval de convoys die richting Turkije gaan, in ieder geval proberen te verdedigen. Dat is gewoon precies wat ik eigenlijk nodig heb. Dat wordt geregeld. Mooi. Oké, nog een paar dagjes. What the fuck is dit dan weer? Geen idee, maakt niet uit. Oké, 10 divisies. Oh, die zijn al bijna klaar, joh. Goh, stop. Oké. Nu is het eigenlijk alleen nog dat ze precies moeten varen. Zo hopelijk wil Australië. Zo. Zo. Oké, we proberen toch op deze manier. We hebben in ieder geval een schip laten zinken. Dat scheelt. Oh ja, ze gaan. Mooi. Hopen dat Istanbul vijf wat grijpen ligt.
Mooi, we hebben een beachhead. Deze gelijk hier naartoe. Je gaat deze gewoon even helpen en de rest mag wel staan wachten. Volgens mij hebben ze hier ook geen naval base meer zitten. Dus als we dit gewoon kunnen houden, dat betekent dus dat hun attrition krijgen, waardoor wij gewoon heel makkelijk daar ook naartoe kunnen gaan. Oké, jullie gaan ook daar even heen. Nee, dat is helemaal niet nodig. Kijk, Naval Invasion, ja, dat is toch helemaal niet handig. Ik wil in ieder geval alvast één troep hier in richting hebben. Oh ja. Kijk, nu heeft hij dus ook weer een naval base. Oké, naval effort. We hebben deze gewoon even hierin. Oké, ik denk niet dat deze heel erg nodig zijn. Dus die laten we gewoon even aan de andere kant staan. De Western Balkans zijn ze toch wel harder nodig, jezus. Steamrollen ze gewoon, dus dat is mooi. Maar ja, komt er dat ze geen naval base meer hebben. Waardoor ik ze nu makkelijk kan overnemen. Shit. Dat ook nog. Oké, dat moet eigenlijk gewoon een kat in het bakje zijn en gewoon hier naartoe gaan. Ja, nu hebben alle troepen gewoon kans om hier gewoon te vechten. En dat vind ik zo handig. Oh, het is alleen maar Turkey, dus dan heb ik eigenlijk Afghanistan. Die ga ik wel als puppet state aan neerzetten. Dit komt voor mij heel handig uit. Ook de Encircle mensen, die zijn ook heel handig. Ja, dat moet dan maar even wachten. Dat is niet het grootste probleem. Turkije, dat valt wel. Dat is wel overduidelijk. Maar rest van, oh, dat zal wel een moeilijk ding worden, omdat ik niet met Duitsland en dat hun gaan helpen.
versieren. Oh, oh, oh. Oh, ze, hè? Van kijk. Oké, dat is wel heel onverwacht. Nou ja. Turkije is in ieder geval voor mij, dus dat scheelt. Oké, maar ik denk dat we deze aflevering weer gaan afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een leuk aan het kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.